Schaken. Sommige mensen begrijpen niet wat er leuk aan kan zijn. Anderen zitten urenlang sprakeloos puzzelend boven een bord gebogen. Hoe is het gesteld met het schaakenthousiasme in Amsterdam-West? We namen een kijkje in het Woestduincentrum bij het open schaaktoernooi Best of the West. Wat is er nou zo leuk aan schaken? Ja, dat is lastig te zeggen. Het is toch een soort verslaving op de een of andere manier, heb ik het idee. Het is heel rijk aan inhoud. Je kunt ook steeds beter worden als schaker. Het lijkt heel simpel, hè, van slaan en schaken. En dat is zeg maar de platte ideeën. Maar naarmate je er verder in verdiept en meer gaat studeren, ontdek je steeds weer hogere niveaus en steeds weer meer verdieping. En het blijft eigenlijk tot het eind van je leven, zeg maar. Ik ken iemand van 102, die schaakt nog actief. Blijft het leuk. Ik vind het heel leuk om al die combinaties, om dat te kunnen zien en dan uit te voeren. Dat vind ik altijd heel, heel leuk om te doen, zeg maar. En ik vind het een hele mooie sport. Eigenlijk een van de weinige eerlijke dingen in het leven. Want je hebt allemaal gelijke kansen. Dus het is je eigen schuld als je verliest. Ik hou heel erg van dat spel. Ik ben er verslaafd aan. Best of West schaaktoernooi wordt voor de eerste keer georganiseerd. Waarom dit initiatief? Omdat wij als twee schaakclubs in Amsterdam-West het jammer vonden dat hier nog niet een open toernooi was. Waar alle schakers aan kunnen deelnemen. Nou, het is, kijk, we spelen op de club intern, dus dan speel je steeds tegen dezelfde mensen. En zo'n toernooi, dan heb je de kans om je gewoon wat breder te meten. Mensen die ergens anders schaken. En gewoon eens te kijken, ja, waar sta je nou precies? En het is hier gewoon altijd ontzettend gezellig. Ik bedoel, het is, zeggen als we zijn niet de beste club van Nederland, maar we zijn zeker de gezelligste club van Nederland. Dus dat is, het is gewoon leuk om hierheen te gaan op zaterdag. En wat is er nou zo leuk aan dit toernooi? Ik kom uit een Zuidoost, helemaal hier naartoe. Ik vind het leuk om toernooien te spelen. Daar leer je ook veel van. Ik heb hier tot 2 jaar geleden heb ik hier meer dan 20 jaar geschaakt in deze locatie en hier in de buurt. Ik denk dat ik het heel leuk vind omdat het een heel kleinschalig toernooi is. Dat lijkt me wel leuk om daar een keertje aan mee te doen. Grote toernooien zijn wel leuk, maar een kleinschalig toernooi heb je toch wel meer. Nee, niet. Het is toch wel, het geeft een ander gevoel. Ja. En hoe krijgen jullie nou zoveel mogelijk mensen uit West gemotiveerd om ook te gaan schaken? Dat is best wel moeilijk. Bij de jeugd lukt dat wel goed. Kinderen willen dat uit zichzelf en die zien dat op school. En die komen via school en toernooitjes komen ze bij de schaakclubs aan. Op wat latere leeftijd, als zeg maar het drukke leven begint, gezin, baan, studie, allemaal van dat soort dingen. Dan zie je tegenwoordig dat mensen het moeilijker vinden om nog tijd vrij te maken voor zo'n spel. En dan ook nog om in die vrije tijd een moeilijke denksport te gaan doen. 14 nu. En hoe lang schaak je al? Nou, eigenlijk sinds groep 4, 5, dus ongeveer van mijn 7 of zoiets. En waar wordt er zoal geschaakt in Amsterdam-West? Nou, op dit moment eigenlijk voornamelijk hier. Twee schaakclubs zitten hier nu, Het Probleem en Tal DCG. Die clubs gaan fuseren volgend jaar en zullen een plek vinden bij het Bilderdijkpark. Nou, ik kom niet uit de buurt. Ik woon in Oost. En ik ben eigenlijk hierheen gekomen omdat twee vrienden van mij die wel in de buurt wonen hier zitten. Maar ik denk ook wel dat het zeker bij de jeugd en zo de buurt bindt. Ik bedoel, je ziet dat je een enorme club jonge mensen aan weet te trekken. Die hier voordat wij donderdag clubavond hebben, fantastisch met elkaar spelletjes zitten te doen. En ook begeleiding van mensen die hier spelen 's avonds. Ja, het is echt een leuke groep bij elkaar die ook gewoon lol hebben. Het gaat niet per se om of je nou sterk bent of snel of zo, maar gewoon om je intelligentie in, of je, het denken eigenlijk. Dat het helemaal niet uitmaakt hoe je bent eigenlijk. Schaken heeft een bloeitijd gehad die een beetje achter ons ligt. Het is wat gekrompen, zeg maar, gewoon qua aantal mensen per 100.000 inwoners die schaken. Dus die clubs moesten zich ook een beetje aanpassen en reorganiseren, vandaar ook de fusie. En ik denk dat na de fusie van deze clubs, dat in Amsterdam-West en Nieuw-West, dat dit de grote bloeiende club is. Maar zit je hier ook op de club of zit je daar op een club? Nee, ik zit op VAS. Dat is een andere club. Dat is iets dichterbij. Maar concurrent? Inderdaad. En wat voor grote schakers komen dan uit Amsterdam-West? Ik meen te weten dat Paul van der Sterren, dat hij in Amsterdam-West heeft gewoond. Dat is een grootmeester. En hoe verbindt dat de mensen in West nou? Bijvoorbeeld ook dit schaaktoernooi? Ja, ik weet niet of het spelletje is, maar het is gewoon een groep mensen die hier rondloopt. Die dezelfde afwijking heeft, als ze dol op schaken zijn.
En die groep die klikt gewoon goed met elkaar. Dus we hebben ontzettend veel lol hier. Buiten het schaken ook. Soms is het wel lekker als je snel klaar bent met een pot. Dan mag je naar de bar en dan kan je het erover hebben hoe vreselijk slecht het was of hoe goed het was. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat binnen de schaakwereld eerst een hele, ja, eerst een gevoel van verbondenheid. Dat is een soort gezamenlijke cultuur van dat spelletje en een beetje ja, het wereldje eromheen, zal ik maar zeggen. En dat gaat van jong tot oud en kind en volwassen, hoog en laag opgeleid. De meest uiteenlopende mensen die allemaal zeg maar, op dezelfde manier met dat spelletje bezig zijn. Maar ik denk de mensen die nog niet actief schaken, dat we die nu niet echt weten te verbinden. Maar die moeten dan gewoon maar een keer langskomen en ook mee gaan doen.